Dit programma van Leiden Amateurvoetbal wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Het is zaterdag 27 mei. We zijn in Noordorp voor de wedstrijd tussen sportvereniging Noordorp en Valken 68, ofwel wedstrijd in de eerste klasse B. Met daar de gebruikelijke beginfase van de wedstrijd met vuurwerk tegenwoordig. En roodpluimen, ja, dat hoort erbij, zeker in die eindfase van de competitie. Belangrijke wedstrijd. Noordorp moet zich zien veilig te spelen rechtstreeks. En Valken 68 heeft nog steeds een kans op de periodetitel. Moet dan hier wel gaan winnen vandaag. En dan is het snel de blik op de andere velden. Maar eerst maar zelf 3 punten pakken daar met Matthijs de Mooi. Oei, dat is een pittige overtreding. Een hele vervelende overtreding. Ja, dat komt wel aan. Aanval loopt wel door. Mag Bart Duiker verder gaan. En dan komt die bal bij samen met Arito. En dan is het al vroeg in de wedstrijd. Na 6 minuten 0 tegen 1 voor de ploeg van Dirk van der Plas. Nogmaals, daar die overtreding op middenvelder de Mooi. Ja, dat ziet er echt niet goed uit. Dan komt die bal dan bij de rechtsbuiten. Bart Duiker, die heeft een ragfijne voorzet in huis. En dan prima geanticipeerd door Samet Arikan. Laatste tijd goed op dreef met doelpunten te maken. Dan de Mooi. Hij kon uiteindelijk wel weer worden opgelapt. Gelukkig voor de Valkenburgers. Met daar aan de linkerkant dan een aanvalsopzet. Maar dat loopt dood. En dan kan doelman Michael de Leeuw eenvoudig oprapen. Dan een overtreding hier toch wel. Ja, dat lijkt me ook binnen de 16. Overtreding op Arikan, maar scheidsrechter Oosterlaken wil daar niets van weten. En zo komt de thuisploeg best goed weg eigenlijk. Tot nu toe Valken 68 duidelijk de betere Noordorp. Eigenlijk nog nauwelijks voor het doel geweest. Maar daar, ja, dan is het zoals zo vaak dat gaat. 1 tegen 1, een doelpunt van Peter Lul Monaco, centrale verdediger. Noordorp nog niet gevaarlijk geweest en bij de eerste de beste corner. Daar komt hij boven de verdediger uit en dan is het plotseling 1-1 tegen de verhouding in. Valken 68 blijft in de eerste helft wel de betere ploeg. Met daar weer Arikan met een voorzet op de kleine Joshua Cooper. Gaat die bal over het doel van de Leeuw. Komt daar dan uit en dan kan Valken 68 weer opvangen. Via Rodi Redel daar aan de linkerkant. Dit keer als linksback kan ook op middenveld staan. Of voorin en dan. Oeh, dat is pech hoor voor Duiker. Maar daar is al buitenspel geconstateerd. Dus dat feestje was sowieso niet doorgegaan. Voor de vandaag in het witte tenue spelende Valken 68. Uiteraard met de rode broeken. Mooie combinatie van het normaal natuurlijk de kleuren van Valkenburg rood en geel. Daar dan een inzet wordt weggewerkt door de centrale verdediger. Dat is Angelo Ravenberg en kan Noordorp dan ook eens gevaarlijk worden. Maar die bal gaat voorbij aan de aanvaller. En dan kan Van Harmelen die bal oppakken. Valken 68 nog steeds beter in die eerste helft. We zitten dan kort voor de pauze. Met opnieuw samen met Arikan nadrukkelijk aanwezig. Wordt daar moeizaam weggewerkt. En dan blijft er een hoekschop over voor de ploeg van Dirk van der Plas. Dan blijft Valken ook in balbezit. En daar het schotje van Joshua Cooper. Die daar in de spits staat vandaag. We weten het, Mark Langenveld komt niet meer aan het voetballen toe, helaas. En daar, dat lijkt me toch echt een 100% overtreding. Dat vindt samen met Arikan zeker. Gaat dan achter de centrale verdediger. Ja, dan wel een forse overtreding. Dat is dan ook weer niet helemaal de bedoeling. Maar dit is toch echt wel een overtreding die daar begaan is. En had de bal op de stip gemoeten. Uiteindelijk wel een gele kaart. Die is dan op zich wel weer terecht voor Arikan. Noordorp dan aan de andere kant. Goed verdedigend werk van Chris de Lange. En dan spoort die aanval. En dan gaan we rusten met een stand van 1 tegen 1. En daar heeft Valken 68 niets aan. En Noordorp wellicht wel. Gezien ook de standen op de andere velden. Daar dan Noordorp, wat een hele aardige poging in huis heeft. Maar die bal zelt dan wel over het doelman Van Harmelen. Die daar dus blijft staan op 1 tegentreffer deze middag. Valken 68 aan de rechterkant. Dat de vijfde plaats bezit op de ranglijst. Een goede poging daar van Cooper. Komt daar goed voor zijn man, maar die bal gaat net naast. Wel een corner, levert niets op. Valken 68 opnieuw dan. Nou ja, geef maar mee aan Matthijs de Mooi. Goed ingrijpen. Komt samen met Arikan weer. Maakt hij dan 1-2? Nee. Die bal gaat enkele meters naast het doel van Michael de Leeuw. De doelwachter van Noordorp. Matthijs de Mooi maakt het zichzelf daar even wat lastig.
komt daar dan uiteindelijk een vrije trap voor de thuisploeg. Die daar zal worden ingebracht. En dat is een hele aardige poging. En zo laat Noordorp wel wat meer van zich zien. De krachten vloeien wat weg bij Valken 68. Het kost ook veel energie deze wedstrijd. Het is warm. En Valken 68, ja, dat lijkt wel een beetje klaar met dit seizoen. Daar nog wel een ingreep van Harmelen. Dat doet hij uitstekend. De oud-doelman van Dokkos. Noordorp dan opnieuw met een aanvalsopzet. Dan gaat die bal naar de invaller. Komt daar een overtreding. Nee, die komt er niet helemaal uit. Noordorp blijft dan wel in balbezit. Komt dan uiteindelijk wederom in bezit van een andere aanvaller van Noordorp. Dan is het zoeken naar een gaatje. Die is er niet. Valken 68 verdedigt daar goed. Komt die bal dan alsnog eens een keertje. Dan wordt hij gesmoord. En dan nog een laatste poging uiteindelijk bij Jens Raven. Maar dat is een prooi voor Van Harmelen. Dan Noordorp werkt die bal nog weg. We zijn inmiddels in de 85e minuut van de wedstrijd beland. Daar met een voorzet wordt weggekopt. Krijgen we een hoekschop voor Valken 68. Komt die bal dan aan de linkerkant voor, wordt dan hoog overgeschoten. Nee, dat is een poging van niets natuurlijk. Noordorp, opnieuw, daar met meegekomen Jardel Drenthe. Gaat hij dan de beslissing forceren in de wedstrijd? Volgens nog niet, geeft af. Komt die bal dan weer aan de rechterkant en dan moet er een voorzet gaan komen. Komt er nog een winnaar? Dat is de grote vraag. Nou, in ieder geval wel een hele goede actie daar aan de rechterkant. Komt die bal voor? Daar is het een doelpunt, maar ook tegen een overtreding. Het lijkt wel een correcte beslissing van scheidsrechter Oosterlaken. Toch een fout daar, ja, in de rug van, ik meen, Thijs den Hollander, daar de bank. Met onder andere Erwin van den Nagel en Dirk van der Plas. Zij wachten af, gaan we hier nog een overwinning halen? Maar dan nog, dan is de ploeg afhankelijk van andere resultaten. Nou, naar later zou blijken, zou het in ieder geval niet voldoende zijn. Noordorp probeert dan nog wel de overwinning te halen om helemaal zeker te zijn van Lijsbout. Komt die bal dan uiteindelijk voor, dan wordt hij tegenhouden. En dan is het al zo gedoepen. Mohamed Ouahraki, die scoort voor de tijdstip. En zo lijkt Valken 68 op de slotdag van deze competitie een nederlaag te gaan leiden. En is het boek definitief dicht. Geen schande natuurlijk, Valken 68 heeft gewoonweg een prima seizoen. Maar het feestje gaat uit naar Noordorp, dat door dit resultaat veilig zal zijn. En volgend seizoen ook zal uitkomen in de eerste klasse. En dan wellicht ook de tegenstander is van Valken 68. Hier nog een laatste kansje. Zitten we echt in de extra tijd van deze wedstrijd. Kan Noordorp dan misschien nog een kans verzilveren? Nee, dat kan niet. Redding van Harmelen. Maar dat gaat er niet meer toe doen. Noordorp tot Valken 68. Geen prijs voor een wel een goed seizoen van Valken 68.